Die drie man dus definitief uit de wedstrijd, maar dat waren er eigenlijk halverwege de week veel meer. Dan noemen we Erik Steenhuis en Kees Staarsteman. Die slaan een complete etappe over omdat ze fysiek niet meer in de gelegenheid zijn om dat te doen. Maar wat schetst onze verbazing? Een dag later staan ze gewoon weer aan de start en staan nog steeds in het algemeen klassement. Mazzel moet je hebben. Kees Staarsteman trouwens, precies 20 jaar geleden, vijfde algemeen in het eindklassement bij de auto's. We gaan richting het einde van de top 10 en zoals gezegd, dan gaat ons rallyhartje wat sneller kloppen. Het is namelijk een tijd geleden dat we een Nederlander in de top 10 hadden. Om precies te zijn, moeten we teruggaan naar 1989. 20 jaar geleden, toen werd Kees Staarsteman vijfde algemeen. In de theorie is nog alles mogelijk. René Kuipers nu negende algemeen. Tony van Dijnen net buiten de top 10. Een unieke situatie met nog een volle week te gaan.